Twee Porsches. De een de iconische 911, al sinds de jaren 60 een wereldwijd geliefde sportwagen. De ander een Taycan Sport Turismo. Volledig elektrisch en ja, hoe noem je dit? Een station wagon? Een shooting brake? Vorige week gingen we al uitgebreid in op de 911. Nu tijd voor de andere. Is het een echte Porsche? Ja, natuurlijk is het een echte Porsche. Anders plakken ze dat logo er toch niet op. En het is ook overduidelijk meteen een GTS, want dat is heel goed te zien aan alle zwarte details. Dat zie je ook bij die 911. Ja, die koplampen vind ik gaaf, hè. Dat is net die 919 Le Mans auto met die vier punten. Maar aan de andere kant hebben we dus wel die twee extra deuren en die achterbak. Is dat wel Porsche? Ben je hem aan het verkopen? Wil je hem hebben? Hij is hem meteen aan het verkopen. Hij heeft een achterbank, hij heeft hele mooie stoelen achter trouwens hoor. Dat vind ik dan weer leuk. Kijk, echt stoelen. En dan ga ik hem je toch nog even verkopen, want als je die achterbak dus platklapt, heb je gewoon 1200 liter bagageruimte, hè, in die sporttoerisme. Ja, 1200 liter als de banken plat liggen. Ik vind het allemaal mooi. Het is een Porsche, het moet beleving zijn. Nou, dan vind ik dit wel een leuke beleving. Als je hem dan toch snel wil opladen, dan een luikje wat gewoon op die manier stoer open gaat. Lange tijd was de 911 de enige kurk waar Porsche op dreef. Misschien de Boxster nog, ja. Maar toen de Cayenne verscheen, was de wereld te klein. Porsche moet geen SUV's maken. Maar de verkoopcijfers bewezen het tegendeel. Hetzelfde geldt voor de Panamera. Heiligschennis volgens de diehards. Maar weer dachten de kopers daar wel anders over. En zo ging het met de dieselmotor of de hybride aandrijflijn. Iedere keer vinden de puristen het verschrikkelijk, maar Porsche lukt het om én de 911 op topniveau te houden en tegelijk nieuwe markten succesvol te betreden. Maar goed, nu is het tijd voor hun eerste volledig elektrische auto. Accelereert hij? Ja, moet je opletten. 0 tot 100 in 3,7 seconden. Ja, dat zijn cijfers, daar kan je echt mee thuiskomen. En dan heeft hij ook nog twee versnellingen, waar normale elektrische auto's ophouden bij zo'n 160, 180 km per uur topsnelheid, schakelt deze nog even door en haalt uiteindelijk een topsnelheid van 250 km per uur. Een standaard Taycan heeft 408 pk. De allersnelste, die gek genoeg Turbo S heet, terwijl die natuurlijk geen turbo heeft, levert 761 pk. De GTS-uitvoering zit er, net als bij die 911, weer precies tussenin. Het resultaat is 598 pk. En net als bij die 911 zijn er ook weer onderdelen geleend van de snellere en duurdere versies. Dit is het elektrische uithangbord van de Volkswagen Groep. Want ja, uiteindelijk is dit ook de basis geworden van de Audi e-tron GT. Dus ja, het is een Porsche, maar met techniek die bestemd is voor een veel grotere doelgroep. En dus een heel ander uitgangspunt dan bij die 911. En wat zegt mijn coureurs en mijn autoliefhebbers hart dan over deze elektrische Porsche? Ja, allereerst in het interieur is het onmiskenbaar Porsche. Zeker als je zo uit die 911 stapt. Het stuur is hetzelfde en voelt hetzelfde. De layout klopt. Alle details zijn prachtig, zeker in deze GTS-uitvoering. Ja, en rijtechnisch. Het stuurgevoel is absoluut ook weer heel erg herkenbaar en voelt echt wel heel strak. Maar aan de andere kant, het blijft een elektrische auto. En een elektrische auto is nou eenmaal zwaar. En dat gewicht kan je gewoon uiteindelijk niet laten verdwijnen. Dus dat blijf je wel voelen. Maar in het dagelijks leven is dat eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Kijk, als je met deze auto gaat lopen trappen, dan trap je natuurlijk in no time je accu leeg. Maar laten we heel eerlijk zijn. Als je met een 911, met een brandstofmotor en een turbo gaat lopen trappen, trap je ook in no time je tank leeg. Dus dat is niet zo raar. Voordeel van deze is wel, hij laadt 800 volt. En dat betekent dat als hij 5 minuten aan de lading staat, dat je weer 100 km actieradius hebt. Dat is dan wel weer eigenlijk gewoon heel erg lekker. Als je een beetje normaal doet, zoals wij vandaag, dan haal je zo'n 500 km op een acculading. En dat is toch ook wel gewoon heel erg fijn. En dan zeggen ze, ja maar Allard, hoe rijdt dat dan? Dat is misschien ook een beetje raar om überhaupt de vraag te stellen. Want hoe zou je kunnen denken dat een Porsche niet zou rijden als een Porsche? En Allard, wat vinden we ervan? Nou, laten we heel eerlijk zijn. Uiteindelijk is elektrificeren het toverwoord. En of het dan met een stekker en een batterij is, of dat het waterstof is, dat weet ik allemaal niet. Dat zal alleen de toekomst
uitwijzen. Maar wat ik wel heel zeker weet, is dat alle race-successen die die auto haalde, die de 911 haalde in de jaren 60, 70, 80 tot aan nu aan toe, ja, dat zit natuurlijk allemaal verwerkt in deze auto. Ja, en dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat deze elektrische technologie zich uiteindelijk ook gaat vertalen naar die 911. Maar ja, dat zal zeker nog wel tot het allerlaatste moment worden uitgesteld door Porsche. En ik verwacht dat zeker niet voor 2030. Maar goed, een volledig elektrische 911 gaat die nog diezelfde kick geven. Qua snelheid denk ik zeker wel, maar gaat het ze ook lukken om die sensatie die je met zo'n atmosferische en turbogeblazen zescilinder hebt, om die ook terug te krijgen? Ja, ik denk het wel. Maar goed, ook dat zal de tijd leren. En de hamvraag is natuurlijk, past die bij Jeroen Mul in de garage? Nou, als ik er nog wel een 911 naast mag zetten.